Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, dan worden er vaak sprookjes voorgelezen en dan groeien op en dan stopt dat, spijtig genoeg. Nu, vandaar deze podcast, de Niet Zo Serieuze Sprookjes voor volwassenen. Vandaag live vanuit de Comedy Club TC De Mol in Leuven. En ik heb een gast naast mij. Zijn eerste keer op het podium als comedian was met mij samen, denk ik zelf. Dat klopt. Ja. En sindsdien zijn we bevriend gebleven, dames en heren, de geweldige, legendarische Johnny Trash. Dank je wel. Johnny, we hebben een titel gekregen, ik denk een beetje geïnspireerd op... op u. Op u, ja. Er waren eens twee cowboys met maar één pony. Dus dat is een titel. Dus daar gaan we het mee doen, hè. Er waren eens twee cowboys, maar ze hadden maar één pony. Dat was een probleem. Want ze wilden de prairie overtrekken van noord, van west naar oost. En ja, met maar één pony geraakten ze echt niet vooruit. Vooral ook omdat ze allebei redelijk groot waren. John en Bill waren allebei 2,10 meter. Dus mocht er een van hen op de pony gaan zitten... Hadden ze ook gewoon geen pony meer. En ze hadden al alles geprobeerd. Ze hadden hem al eens opgeblazen. Maar niks werkte. De pony werd niet groot. Nee. Op een zeer moment ging Bill... Ja. Ging Bill zelfs met één voet op de rug staan... om met zijn andere voet skateboardgewijs te proberen. Die pony dus... Maar dat werkte dus ook niet. Dat werkte ook niet. Ze hadden alles geprobeerd. En ze trokken door vijandig gebied. Het was gebied waar de Apache, een gevaarlijke indianenstam, de bijl zwaaiden. En daar moesten ze door. Daar moesten ze door, ja. Ik had even niet geluisterd, sorry. Maar je kent het verhaal, hè. Je kent het verhaal. Ja, het is... Ja, en het probleem met bijlzwaaiende indianen is dat als je dan geen pony hebt, of maar één pony hebt... Dan kun je niet weglopen. Nee. Dat simpel is. En John zei ook tegen Bill, hey John. Hey Bill. Hey Bill, I think that wij een probleem hebben. Ze moesten dus eigenlijk op zoek naar... Waarom antwoord je niet, Bill? Ah. Hey Bill, ik zei juist, ik denk dat we een probleem hebben. Dat is correct. Oké, nu kan je voortgaan met je verhaal. Ik ben hier niet goed in, ik weet niet of je dat al door hebt. Ik ben keigoed bezig. In ieder geval, dus ze moesten een oplossing vinden in ofwel een tweede pony, ofwel een groter paard, of... Misschien een kar om achter de pony te spannen. Ja, zei John. Dat is een geweldig idee. En ze begonnen een klein karretje te maken. Een karretje met hele kleine wieltjes dat ze achter de pony konden hangen. Ze bonden de pony voor het karretje dat ze gemaakt hadden. Ze gingen allebei zitten en ze zeiden... Juh. Maar de pony kreeg je niet voortgetrokken. Nee. Damn, dat was een slecht idee, Bill. Niet al mijn ideeën zijn geweldig. Gelukkig heb jij er nog. Dat klopt, zei Bill. Dus wat is het volgende idee dat je wilt dat wij uitproberen? Misschien... Moeten we rond de Indianen lopen? Dacht hij. Lui op. Dat is een geweldig idee. En zo begonnen de twee cowboys met hun pony door de prairie te wandelen. En plots zagen ze een Indiaan. Ze liepen er recht naartoe en ze wandelden er rond. De Indiaan wist niet wat hem overkwam. En de Indiaan wou vragen van hoe, maar het kwam eruit als...
waarop Bill gewoon zijn geweer nam en hem afschoot. Beetje bang van die... Dat was één Indiaan minder. Ja. Ze stapten verder, maar toen kwam het probleem. De stam had het geweerschot gehoord en kwam in volle getale afgereden. En met 372 Indianen stonden ze rond John en Bill. En de hoofdman van de Indianen zei... Ugh. Hij zei... Ugh. Ja, het was, hij had gewoon wat stof binnengekregen. Nee, zei Bill, het zijn geen ugh's. Het zijn echte cowboy boots. Jullie hebben mijn zoon afgemaakt. Mijn zoon, hitsige salamander. Waarom noem je die hitsige salamander? Telkens als hij hitsig is en getrekt naar zijn staart, valt hij af. Jullie hebben mijn zoon afgemaakt en daarom maken wij jullie nu af. Maar, zei Bill, kunnen we geen vredesoffer offeren? Ja, zei de Indiaan, ik heb nog nooit zo'n klein paard gezien. Wat voor belachelijk paard is dat? Met zo'n paard kun je toch geen klote doen? Het is een delicatesse. Wij noemen het een pony. En die pony die komt van een land. Een land hier ver vandaan. Shet. Land. Wat? Shetland? Nee, Shet. Not Shet. Shetland. En dit paard is uniek. Dit paard kan je opeten, maar dit paard kan nog zoveel meer. Namelijk... Het kan dansen op twee poten. Het kan baby's dragen als ze te veel lawaai maken en wegleiden uit het dorp. Het kan heel de prairie stofzuigen, zodat er geen zand meer in je tipi komt. En bovenal... Het kan enorm goed. Maar zo ver kwamen ze niet. Want voor ze waren uitgesproken, hadden ze alle twee een pijl door hun hoofd. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je met twee bent... En je hebt maar één pony. Blijf thuis. Blijf gewoon thuis en bestel een pizza. Slaap lekker.